Sterker, sneller en beter worden. Daar zijn topsporters, coaches, begeleiders en experts mee bezig. Elke dag opnieuw. En daar horen natuurlijk goede afspraken bij. Afspraken over het topsportprogramma en de verantwoordelijkheden. Maar ook over het gebruik van bijvoorbeeld logo's en portretrechten en het delen van medische gegevens. Het initiatief voor deze topsportafspraken ligt vaak bij de sportbond. Maar ook topsporters hebben belang bij goede afspraken. Logisch, want dat zorgt voor rust en optimale prestaties. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, ontstaan nog twee voordelen. De belangen worden inzichtelijk, waardoor wederzijds respect ontstaat. En door het samen benoemen van alle rechten en plichten, is er minder kans op misverstanden. De beste afspraken? Die ontstaan door verbinding volgens drie uitgangspunten. Samen topafspraken maken is samen excelleren. Heb ruimte voor elkaars standpunten, want dat zorgt voor begrip en respect. En tot slot, maak realistische afspraken vanuit de context van de sport en topsporter. Bevestig de afspraken in een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. En zoveel topsport, zoveel afspraken. Daarom geldt, elk proces is uniek en kent een eigen aanpak. Zorg ervoor dat de gekozen aanpak past bij de specifieke gesprekspartners, de beschikbare tijd en de cultuur van de sport. Bekijk tijdens elke planningsfase de manier van aanpak, wie daarbij betrokken is en de verwachte uitkomst. Met deze website helpen wij de Sportbond en de Bondsatletencommissie graag op weg.